Zo, goedemorgen. Zondag. Ontbijtje zit er weer in. Nou, de route staat erin op weg naar Mittelbau-Dora. Ten noorden van Nordhausen. Er zit een museum. En dat is het museum wat gebruikt is voor de bouw van V1 en V2 raketten tijdens de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, door dwangarbeiders. Daar ga ik even naartoe en dan zien wat het is en daarna pak ik even een mooie ronde nog door de hart. Zonnetje schijnt en kijken wat de dag brengt. Listen up, just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you ever saw, been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, riding the hill. Ik ben aangekomen in Mittelbau-Dora, bij het museum, dat is ten zuiden van de Hart. En je ziet dat het hier gewoon wel een paar heuveltjes, maar een stuk vlakker is. Dus andere omgeving. Hier zie je een maquette van het voormalige kamp. En links hier de barakken van de gevangenen. Hier staat de SS in het midden. En daar zie je de ingang van de mijn. In 1943 zaten ze eerst in de mijn zelf, waar ze de bouw moesten verrichten van de raketten. En in 1944 zijn die barakken gebouwd en is na de bevrijding in 1945. In 1946 is alles afgebroken. Er is niks meer van te zien. Het crematorium is er nog wel. Dit is de kampingang van de Kamp Dora. Hier staan we bij de voormalige gevangenis van het kamp. Er zaten verhoorkamers in, 32 cellen. En de SS en de Gestapo deden hier de verhoren en de martelingen. Dat werd hier uitgevoerd. Tevens werd in dit gevangeniskamp veel verzetstrijders gemarteld. En nou ja, vooral Russische en Fransen. En die werden dan later, als ze gebroken waren, opgehangen daarachter op de appelplaats. Hier sta ik bij een stukje, dat is een executie. Dat is niet meer originele muren, maar wel hoe het er destijds uitzag. Hier werden dan in het geheim gevangenen vermoord. We staan bij het fundament van een woonbarak, nummer 14 zeggen ze net. Hier zaten 500 man in, dat was een normale hoeveelheid. 1 tot 3 man per bed. En later werd het 4 tot 5 per bed, dag- en nachtdiensten. We staan hier bij het crematorium, niet meer de originele. Dit is nu nog een herdenkplaats. En hij is begin jaren 90 gerestaureerd. Er was één verbrandingsoven. En hij is in 1944 in gebruik genomen. En er zijn zo'n 5000 slachtoffers verbrand. Ik ben nu binnen in het crematorium. En hier staat de verbrandingsoven. En die was continu in gebruik in 1944. Hier zie je een gereconstrueerde barak. Die ze zo goed als nagebouwd hebben.
schuilplaats achter ons. Nou, hier sta ik voor de ingang van de mijn, maar dit is een nieuwe ingang. De oude ligt hier, kun je nog een beetje zien, achter de puin. Dat is de oude ingang. Hier werden in totaal 6000 V2 raketten gebouwd. Die afgevuurd werden op Londen, Antwerpen, Maastricht en andere steden. De helft van de raketten was niet gebruikbaar wegens sabotage, technische mankementen en dergelijke. Ja, en daar konden ze niks mee. En in de eerste maand, toen de barakken er nog niet stonden en ze hier in deze mei moesten werken, slapen en overleven. De eerste maand zijn er 3000 mensen overleden door de barmhartelijke omstandigheden. Nou, we verlaten het kamp weer. Met een oude treinwagon aan en afvoer. Nou, indrukwekkend zo'n kamp voor een paar van die raketten. Wat een hel. Nou nog even lekker toeren. Hoogje van 30. Heel nog plat. Dan ga ik er om. Nou, het is 1 uur. Misschien wel. Ik heb wel druk hier. Eetentje. Ben ik bij dat eetentje? Ik durf het eigenlijk niet. Er staan drie vrouwen achter. Die hebben natuurlijk mooi druk. Worsten verkopen en schnitzels. Maar god, kleren. Dat is wel lelijk. Eigenlijk moet ik het filmen, maar het is wel een beetje te gek afsteken, dus dat mag eigenlijk niet. 226 om die 81. Het is eigenlijk wel weer om 7 op video te zetten. Maar ik denk niet dat ik het durf hoor. Maar wie weet. Nou, de schietsel zit er weer in. Nou, nog even een rondje toe met de harts. En nou door het plaatsje Goslar. Nou, dat je rijden mag, maar ik rij er. Zo mooi. Allemaal vakwerk. Fantastisch. Zo'n plaatje. Staan gaan, want het hobbelt nogal. Mooi, hè? Alleen maar, wat een bijzonder gezicht, hè? Even, dat is de hangbrug. Dat was voor Timo. Timo is voor druk op die brug. Beetje hetzelfde als bij Reuten. Daar had ik ook wel zin in. En het is smoordruk. Ik weet niet hoe lang de wachtrij is. Mooi smoordruk, dat is natuurlijk bij die brug.
Hey, Nederlanders. Ik ga ervan uit dat iedereen Duits is. Zeg je? Nederlanders, zei ik. Ja. Dat is mooi. En Duitsers. Ja, heel hoop Duitsers. Ja. Nee, ik ook niet. Oh, ben je alleen? Ja. Ben je alleen? Nee, nee. Oh, wat meer. Oh. Stolberg. Historisch stadje. Als je naar verder komt, oké, want dat is dan een doodlopende weg. Mooie visies. Heel veel hier, allemaal vakwerk. Hier is het verhaal van dit. Dat is jammer. Oh, een feest. Ja. Dat wordt het niet. Recording. Nou, de dag zit erop. Dit is het padje naar het weggetje naar het hotel. Echt in the middle of nowhere. Maar dat is wel lekker, natuurlijk lekker rustig. Dat is helemaal niet verkeerd. Die sticker die erop zit van let op nieuwe banden. Nou, ik ben er al een tijdje af. Nou, zijn we.